Party 15, de Grand Final tussen Leonid Gaming en Asterion Amsterdam. Bedankt voor uw geduld, we gaan eindelijk lekker los. De Nijverronde zal natuurlijk eerst onderweg gaan. De veto's zijn gedaan. Leonid heeft één map advantage omdat zij uit de upper bracket final komen. Daarom mocht Asterion als eerste kiezen en dat is Nuke geworden. Leonid heeft daarna Kobbel gekozen. Asterion heeft Train en de laatste mogelijke map is Mirage. Leonid wint de Nijverronde, dus die gaan waarschijnlijk gewoon op CT beginnen. We zullen zien wie hier de upper hand zal hebben. Ze gaan live. En ze zijn zo hard aan het schreeuwen dat avonds niks meer in game wordt. Helemaal niks meer. Ik hoor zelfs Kinzo hier. Dit is een worstenbroodje. En het is een hele. Nog even een restart. Dus we doen nog even een restart. En nu is het volgens mij helemaal live. En voor de liefhebber die al wat gummies heeft verzameld dit weekend, je kunt er altijd meer hebben. Want we hebben weer de bet opengezet tussen Leonid en Asterion op deze map. Elke map doen we een andere. Gewoon even voor de variatie. Vasher die krijgt hier de eerste mannetjes langs gerend. Maar Kinzo, of Lucevo zelfs, die heeft de eerste kill. En Kinzo zal kijken of hij daar ketchup kan pakken. Maar het mocht nog niet zo zijn. Lucevo zit nog altijd bij Mini. Kijken of hij daar wat kan doen. Logix die is radio gepusht. En die mist daarna jammer genoeg de shot. Vasher van boven valt wel. Maar kan nog niet de andere enemies laten vallen. Nu Fasher en Yannick. Yannick heeft nog een kit en gaat wel hunten. Het zou eigenlijk iets zijn wat Fasher zou moeten doen. Oeh, Fasher valt aan Slain. 1 tegen 1 nu. Slain die ziet dat de bom niet meer wordt gedefused, maar krijgt wel een one-tap. En Yannick heeft meer dan genoeg tijd om de 1-0 veilig te stellen. Goeie kill van Yannick. Die kiest op het juiste moment om een gest te tonen. Dan 1 klik. Pak dan Erik op het moment dat hij wegloopt. Achter die. Ja, die bom nuke. Maar de silo's. En dan is het 1-0. Dat is weer de eerste ronde van vandaag. Die gepakt wordt door Leonid Gaming. Zou je kunnen zeggen in de lijn de verwachting. Maar ja, pistolraads zijn toch altijd nog. Ja, een tikkie random. Ja, maar Leonid is ook heel erg sterk geweest. Met eigenlijk bijna elke pistolronde. En die hebben zij veilig gesteld. Fasher die pakt vanuit. Ja, main een kill op Bobby en Yannick probeert een beetje te sprayen en pakt daar bijna Slain. Maar Logix maakt het af en is ook al de backup. Kinzo pakt een kill bij Lobby en Amos valt ook nog eens naar Logix. Logix pakt de 3 in die ronde, 2-0 nu dus voor Leonid Gaming. En nu komt de eerste buyround van Asterion Amsterdam. Ketchup gaat waarschijnlijk voor de AK en een flashbang, tenzij hij helemaal gek wil met een scout, maar hij is meer een wapper dan een scouter. En lijkt een beetje outside smokes te worden. Snel controle pakken, Slain gaat naar heaven. En Lucevo gooit een nade. Misschien nog wel met de scout, maar heel veel resultaat heeft het niet als je de nade tegen AM1 gooit. Volledig AK-set voor Asterion. Benaar al op zijn 30 HP. Dat zorgt er in ieder geval voor dat hij in ieder geval one-shottable is door een M4. En misschien zelfs door een UMP. Dus Revo staat nu buiten met Scout. Spot dan in ieder geval een deel van het lichaam. En schiet dan ook een deel van het lichaam van Slain. En die heeft nu nog maar 15 HP. Candion kan uit 3 pieken. En die krijgt dan. En denk ik heel ondertussen Logix met een double kill. Logix had daar ook de Kobe kunnen scoren, maar kies er dan toch voor om het zeker voor het onzekere. Nou, meer geld ook te verdienen met die UMP. En Ketchup vanuit Silo is de man met het voordeel van boven. Lucevo die gaat alleen net op het verkeerde moment weglopen. Anders had hij nu waarschijnlijk met de scout wel de kill kunnen halen. Ondertussen is Amos als enige vriend van Ketchup nog levend en die pakt alvast even een entry op A. Druk even op escape zodat u de ammo en de health count kan zien.
Dus Evo gaat bijna dood door de AK van Ketchup, die nu gewoon rustig dropt. En Amos maakt het af, die is gewoon even naar de rafters gerend. Die jongen die kan haast meedoen aan een marathon, zoveel huppelt hij rond. Ja, ik zit nu in hut hopen dat ze erheen gaan. En met 10 seconden is de kans zeer aannemelijk. Kan hij de plant stoppen en misschien daarna hiden? Dat is de vraag. En dat kan hij zeker. En hij pakt zelfs nog een spray transfer. 3-0 voor Leonid Gaming. En dat is dan toch wel heel erg jammer voor Asterion, die de eerste buyround nu dus verliest. Meteen weer terug op een Ico. Nee, inderdaad, weer terug op een Ico. En dan is het Rus Revo die dan eigenlijk in zo'n situatie. Die moet gaan kijken, die moet gaan zoeken, die wil informatie. En dan is het een, wordt hij toch wel naar 15 HP geschoten. Omdat een van de spelers van Asterion daar zich toch helemaal op de silo bevond. En dan is het de Rus Revo die weer buiten zal spelen. En dan pakt hij de eerste headshot op Amos. Die overigens ook geen head armor had. Fasher, wederom weinig geluk met de piek uit Mini. En dan gooit Kinzo een granaat naar hem heen. Maar daar wordt niet heel veel damage door gedaan. Nog steeds 4 van de 5 Asterion spelers levend. En daarvan heeft nu inmiddels 1 heeft een M4 en dat is Slain. Niemand heeft armor. Dus ze moeten het nog steeds hebben van de mobility in combinatie met die upgraded pistols. En gewoon hopen dat ze bovenop iemand kunnen springen. En dan de kill kunnen pakken. Ja, ze spelen rustig uit, hopen dat iemand van Leo niet aan het pushen is. Want dus is Bernard met die M4 toch wel een beetje aan het jagen. En langzaam maar zeker lijkt het een E-push te worden met een splitje vanuit Hel. Jammer genoeg voor Bernard is de kans groot dat hij zo in Yannick zijn armen loopt. Die net op de silo op de radio ziet. En dat betekent dat Bernard nu ook kan pushen. En gekke shot van Yannick. En die pakt zelfs nog een tweede. En Kinzo die krijgt zelfs nog even een shotje. Hij is helemaal on edge. Helemaal strak. En Slain die loopt langzaam nu aan mee. Op Ketchup die zal snel volgen. Kijken of hij de bom neer kan gooien. Kinzo gooit daar voor een flash. Kijk of de kampier komt er. Zit alleen Slain en die pakt samen met Ketchup dan ook de kill. 10 seconden over. Dit keer gaat de bom wel neer. En Yannick en Logix. De twee mannen die het nu moeten doen. Geen armor op de space van Asterion. Slain speelt heel erg close. En Logix moet je daar wel even pieken. Dat doet hij dan ook. En Ketchup pakt hem op Yannick. Bijna nog een wallbang op Logix. 8 HP op hem. En Ketchup heeft nu zelfs een AK. Die wint de ronde 3-1. Asterion is eindelijk op een scorebord. En we zullen zien of zij dit kunnen doorzetten. En dan is het Ketchup die daar de ronde pakt. En dat is de man die overigens ook jarig is vandaag. Ja. Stefan is, nou ik weet niet hoeveel jaartjes jong die is geworden. Maar, niet heel jong, ziet maar ziet er natuurlijk nog uit als een jonge god, laten we eerlijk zijn. Ja, menig vrouw zou hem doen, maar jammer genoeg is hij bezet. Door mij. Huh? 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 En nu al meteen weer een eco voor Leonid Gaming. Die met een headshot op crits bijna gewoon goed begint en een lobby push. Twee heren van Asterion weghaalt. Volgens mij spotte Yannick wel de bom, maar het is niet helemaal goed geregistreerd in zijn brein. Want die zat net achter de texture van zijn wapen. Komt daar wel een molotov, waardoor de heren van Asterion eventjes vastzitten. En er wordt ook op die roof gepusht. Kinzo pakt 1 kill en Logix staat nu klaar. Amos ontvangen, ook een headshot. En Bernard in zijn eentje tegen 4 kan dat niet volbrengen. 4-1 voor Leonid. Heeft nu gewoon met een eco terug de ronde gepakt. En ik hoor Kinzo. Hoppa boys. Hoppa. 9-3 voor Logix. Logix gaat lekker hier op Nuke. Blijkbaar is dat toch wel zijn mappie. Ja, hij is sowieso steeds on point. En gelukkig voor hem lopen mensen steeds in één binnen. Ja, dan is het alleen maar een kwestie van klikken en op het hoofdje richten. Wel voor sommige mensen in de Benelux nog erg moeilijk hoor. Maar. Ja, vooral voor mij. Dus we hebben toch wel snel weer outside gepusht. En we zullen zien of dit keer ze weer daar redelijk goed effect mee hebben. Amos krijgt een headshot en Rus Revo die redt ook nog even zijn maatje. Bernard heeft een wandiek op Kinzo en Fasher pakt zelfs nog even een tweede kill. Ondertussen zit Ketchup met een AK outside en zullen we zien of ze neemt wat vanuit heaven kan. Het is de eerste keer eigenlijk nu dat Fasher wel geluk heeft in Mini daar. Kies deze keer voor om niet eruit te pushen maar te pieken vanuit Mini en pakt dan 2 kills. Dus een goede aanpassing. Dan is het Logix die gigantisch aangeschoten wordt door Ketchup. Ketchup schiet dan nog bijna te veel kogels mis.
3 tegen 2. Dat is Slane die zich daar bovenop de bom bevindt. Die weet waar die bom ligt. Weet ook dat hij die bom wil. Weet alleen nog niet hoe hij die bom moet gaan halen. En zal dan een popfles gaan gooien in Mini. Dat doet hij succesvol. Maar het is Fasher die hier aan de andere kant staat van Mini. En dan in een duel komt met Ketchup. Ketchup wordt naar 59 HP geschoten. Maar het belangrijkste aan deze situatie is dat Ketchup het overleeft. En die bom op zijn rug heeft. Gaan ze terug aan main binnenlopen? Ja, dat gaan ze. En dan is het Slane die de push zal leiden. En Dion zit hier te wachten. En dat is een easy line-up voor Fasher. En dan is het een headshot op Slane en een bodyshot op Ketchup. En dan is het de vijfde ronde voor Leonid Gaming. En dan is dat een goede ronde ook voor Fasher. Die ze toch eigenlijk Asterion CSGO domineert vanuit Mini. Ja, dus even heeft geen head armor bij gekocht. En dat kan er misschien wel extra duur komen te staan. Aangezien er vooral pistols zijn nu op Asterion. Eén eco ronde in de hoop dat ze daarna wel weer verder kunnen. Lijkt een silo rush te worden. En zowel Luzeva als Fasher zijn er nog niet helemaal klaar voor. Luzeva pakt er één, maar Fasher wordt geflankt. Dus pakt Kinzone al wel één kill. En zelfs nog een tweede pakt de USP. Maar Logix kan zijn vriendje niet redden. Silo als laatste over krijgt ook nog een shot van Luzeva voor zijn bakkers. En dat betekent 6-1. Nu weer een buy round met Xilo als James Bond. Xilo als James Bond, ja. Ik krijg trouwens vanuit betrouwbare inside informatie te horen dat Ketchup 26 jaartjes jong is geworden. Is niet te zien. Is niet te zien. Ik zou hem 18 geven. Ah, 21 vind ik wezen wel een mooi getal. Wordt op dit moment heel vriendelijk naar ons gezwaaid en ook een beetje geflirt. Geflirt gewoon. Een beetje gevleid wel door deze jongens. De jongens van Rage Gaming, die al eigenlijk naar huis mogen, maar dat niet doen. Goeie gasten, blijven hier voor deze crisp and clean community. De mooi hoor. De grande finale. Zonder Grande, die wel op vorm was en dit keer Copenhagen Games heeft geprobeerd te overwinnen. Maar ook dat is niet gelukt. Xilo, we noemden hem net, James Bond 007 doorbreekt de vloek met een kill op Kinzo. Een headshot. Dan worden alle ramen uit de A-bombsite hier eruit geschoten en dan is het Slane met nog een kill op Fasher. Dan kan Fasher deze keer niet veel damage doen vanuit main. En dan is het Slane met nog een kill. Deze keer op Yannick. En daarna is het Amos buiten die dan nog maar even Logix killt. En dan bevindt Luzeva zich in het tijdspad van ongeveer 5 seconden in één keer in zijn eentje. En dan staat hij daar met die AWP, de Big Green Gun. En moet hij deze gaan proberen te saven. Of nou ja, wil hij deze gaan proberen te saven. Slane ondertussen aan het pushen. Verwacht hij dat Luzeva onder hem staat? Ja, dat verwacht hij wel. Maar Luzeva verwacht ook dat hij boven hem staat. En dan Luzeva met twee belangrijke kills om deze AWP te kunnen saven. Rent dan terug naar de city spawn, een van de meest veilige plaatsen in de game om je gun te kunnen saven. Kan daar heel ver en heel diep in die city spawn zitten. En dan is dat wel de tweede ronde voor Asterion Amsterdam. Maar Luzeva, belangrijk, houdt die AWP in handen. En Yannick kan sowieso wel twee guns leggen en ook Logix heeft volgens mij gedropt. En dat betekent dat er alsnog een decent buy is voor Leonid Gaming, die nu 6-2 nog altijd voor staat. En als die uiteindelijk weer een beetje terug probeert te klauwen. Weer wat damage probeert te doen en nee, het gaat uit om het deurtje op te blazen. Molotovs gaan er ook uit als anti-rush. En Yannick pakt er meteen eentje op rem door de smoke en ziet daar dan ook Amos komen. Daarom kon Logix ook even buurten en zal hij zien of hij nog even wat hard-ups kan krijgen. Maar nee, hij staat in de fik en dat is toch wel een hele dure piek. Dus Revo neemt de hell part over. Ondertussen is Fasher helemaal outside aan het pushen. Kijken of hij daar misschien nog wat kan doen. En Kinzo wordt gekilled op A-side en dat kan wel vervelend worden. Fasher, dicht bij de bom. Dus Revo zit bij Upper, pakt dan ook Slane. En Ketchup verwacht eigenlijk wel een push in lobby, maar die draait zich nu net om en gaat achter zijn teammates aan. Zullen ze in de armen van Yannick lopen of zal Luis Revo dit moeten doen? Zo is in de armen van Fasher. En Fasher schiet dan toch wel een aantal kogels mis. En dus Luis Revo die een betere positie hier pakt op A, want die zorgt er in ieder geval voor dat hij niet meer gekilled kan worden van Heaven. Dus Yannick met de belangrijke kill daar op Silo.
boost dan op het juiste moment ramp. En kan dan Exiel redelijk eenvoudig in de zijkant van zijn lichaam schieten. En dan zit Jannik met nog een kill, deze keer op Amos. Ook weer daar vanuit de ramp positie. Catch-up, 52 HP. Was net even gefreshed door Yannick. Weet ook wel precies waar hij zit. En dat maakt niet uit, want Yannick is een man on a mission en een man in form. En die raakt dan nog een headshot, deze keer ook weer op Catch-up. En dat is ook de zevende ronde voor Wavenet Gaming. En dat zorgt ervoor dat Yannick 10 kills heeft en nog maar 2 deaths. Dus een KD van 5 rockt. Ja, Call of Duty spelers zouden superieur zijn, maar gelukkig doen wij Counter-Strike. Gaat het meer om de nummertjes die bovenin het scherm staan. En die zijn ook daadwerkelijk in favor van Leonid Gaming met een 7-2. Kizo gaat door de molotov de fans in en Fasher en Logix doen outside al wat damage. Ketchup staat bij het deurtje en Amos die is op zoek naar wat bij lobby. Oh, wow. Ja. Ziet dan een speler daar bij Mini voorbij lopen. Kan helaas het schot niet raken. Raakt dan nu wel het schot aan Moos. En dan is het Kinzo die hem vangt. En dan is het Ketchup die met een Tech-9 de hoek ombaant. En dan doen we Schreven aan zijn gezicht schiet. Fasher met een kill. Een headshot op Ketchup met die AK. 3 tegen 1 situatie. Alleen Amos nog levend. Voor Asteren in Amsterdam. En dan is het Amos die dan ook heel erg levendig. Fasher op zijn hoofd zet. En dan is het Jasper. Amos Koopmans. Die je dan ook nog eventjes maar Logix uit de map verwijdert. En dan is het een 1 tegen 1. Bom is down. En dan heeft hij 14 HP. Gaat hij goed nemen? Ja, dat doet hij zeker. En dan is het YNC Yannick. Die de headshot vangt. Om daarmee de derde ronde weg te geven voor Asterio in Amsterdam. En een geweldige clutch van Amos. Ja, toch wel ziek dat hij. Volgens mij was het ook zo'n 1 tegen 4 of een 1 tegen. Het was een 1 tegen 3 sowieso. Of het een 1 tegen 4 was dat. Hij heeft in ieder geval een 4K en daar gaat het om. Hij heeft de ronde. Het is nu 7-3. En we zullen zien of Leonid deze terug kan forcen. Want dat is de buy die zij op dit moment hebben. Yannick pakt alvast de eerste kill bij Ramp. Dit keer met een AWP en een gun waar wij hem eigenlijk nog niet mee hebben gezien. En Logix en Kinzo houden samen hand in hand A af. Kijken of ze wat kunnen halen. Logix met de swags hebben. Gaat pushen. Pakt daar bijna de kill op Boas. Maar ondertussen is Kinzo gevallen aan Xilo. Logix wordt gechased. En doet heel veel damage. Maar kan nog geen kill vinden. Nog een schot. Nog geen kill. En een Kobe van Luis Revo. En Yannick pakt ook nog met een AWP een kill op Xilo. 2 tegen 2. Bernard push out. De bom ligt in het open. En Luis Revo mist een shot die hij normaal wel zou raken. En nu is het een 1 tegen 2 voor Yannick. Yannick ving net ook al een headshot. En dit keer is hij wel de betere partij tegen Amos. Heeft een M4 gepakt in plaats van de AWP. Weet ongeveer waar Bernard zit en kan hem jammer genoeg voor hem niet killen. Dat betekent de vierde ronde voor Asterion Amsterdam. Die nu eindelijk eens een keer de smaak te pakken heeft. Meer dan 1 ronde achter elkaar wint. Dit gaat inderdaad beter voor Asterion Amsterdam dan dat we in de eerste keren hebben gezien dat deze teams elkaar ontmoeten. Toen werd Asterion toch wel pijn gedaan in die best of 3. 2 maps verloren, 2 maps ook hard verloren. En nu lijkt het dan toch dat ze beter bijblijven. Dan is het Xilo met de eerste headshot, met de eerste dubbele headshot. En dan Kinzo down, Logix down, Yannick down. Sreen pakte namelijk ondertussen ook 2 met de UMP. En dan is het Luis Revo in zijn eentje met een Peter 50 in de smoke buiten. All by myself. Dat was echt heel lelijk. Ja, daarom doe ik het ook. Maar dat jij is maar geen waardig. Nou ja, dat goed. Ook lelijkheid heeft zijn schoonheid. En Luis Revo die probeert met gebrekkig wapen toch nog een kill voor elkaar te krijgen. Maar zelfs een character schudt nee. En dat is ook het resultaat. 5 rondes nu voor Asterion Amsterdam. Kruipen langzaam richting de zeepen die Leonid al gewonnen heeft. En geen AWP op Luis Revo. En ook geen op Yannick. Wel heeft Ketchup er nu eindelijk eens eentje gevonden in de buy menu. We zullen zien of hij daar een impact mee kan hebben zoals wij van hem gewend zijn. Het deurtje wordt eruit geblazen. Ze gaan meteen de vent in. Ketchup schiet door de smoke. Maar ondertussen is Xilo in zijn eentje. Of Sleen is in zijn eentje doorgepusht.
Jammer genoeg voor hem zijn de raampjes nog heel en moet hij die eerst kapot schieten, wil hij doorpushen. Yannick in zijn eentje op rem. Kinzo zit lekker op heaven. Ongeveer twee verdiepingen boven Slijn. En het wordt rustig uitgespeeld. Slijn kijkt of hij iemand kan vinden, maar tot op heden is dat nog niet zo. Het probleem is dat als hij de deur zo doet, dat ze weten dat hij daar zit. Is waarschijnlijk nu gehoord. Ze hebben het volgens mij getimed met een nade. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat hij hier Yannick weet te flanken. En Yannick heeft inderdaad ook geen enkel vermoeden. Zal Slane hem zien? We zien het in 3, 2, 1. Hoi, doei. En dat is de entry. Waar Asterion op heeft gegokt met een snelle push in Vents. En daarmee gaan ze nu ook naar B. Vasje zit wel bij de fans, maar durft er nog niet helemaal in te springen. Bang dat er misschien nog een tweede man daar aanwezig is. Hij ziet hem niet. Hij zag hem niet. Oh. 4-3. 4-3 het is. 4-3 het is indeed. En Kinzo die pakt een treet op in hart en pakt ook nog een headshot op Slane. En dan moet Amos in één keer in zijn eentje tegen drie man nadat zijn andere twee teammates doodgaan. Hij is gespot en er is geen kit op Logix, dus die moet wel even losgaan. Gelukkig had Amos haast geen HP meer. Dat betekent toch een achtste ronde voor Leo en Kemi. Dus sowieso de meerderheid van deze eerste helft te pakken. Hebben ze inderdaad een geweldige ronde van Kinzo. Die dan toch die twee cruciale kills pakt. Kan dan op een of andere manier toch de vent uitkomen. En dan nog een headshot raken. Dat is een goed spel van de... Ja, wat een vent is het ook, hè. De entry vragen denk ik wel voor redelijk. Ja, ze hebben niet echt rol. Ik heb de jongens gesproken en is meer een beetje gewoon van wat uitkomt. Wat uitkomt. Allemaal goede aimers. Het is gewoon een soort van face, maar dan in Benelux haast. Ja, dat zou je kunnen zeggen. Wie is Nico dan? Ik denk dat het Vasje was. Omdat hij niet uit de verf kwam bij Alliance daar weg is gegaan, wat nu de Fuse Kids is en nu dus bij dit team als ster doorgaat. Oké. En ondertussen is er een langzame play. Ketchup zit op rafters, is van Saido gedropt en kijkt of misschien Fasher iets te gewaagd uit Amain wil gaan. Maar die blijft rustig afwachten met een smoke voor zijn neus. Ik zie wel een spray en denkt, ha, dat is mijn kans, jou pak ik. En maakt af wat Kinzo daar al eerder was begonnen. En nu wordt hij van achteren misschien wel gepusht. Want Ketchup staat aan de andere kant van die smoke en die ziet hem. En Ketchup heeft daar de kill op Fasher. 4 tegen 4 nu. Amos pakt redelijk veel damage. En Logix samen met Kinzo moet daar toch wel een defense houden. En dat doen ze. Beide 1 kill. En Logix iets te agressief. Wordt gekilled door Slane. Die dit keer weer eens met AWP mag spelen. Het is goed dat Louis Reven nu de upkill pakt, maar dat is natuurlijk gewoon jammer van Logix, die daar gewoon te agressief gaat. Heeft een hele goede kill gepakt, kan dan gewoon op hutje blijven zitten, maar wil dan toch, lijkt het wel iets te veel. Kinzo raakt dan gelukkig Slane op tijd, want inmiddels had hij ook alweer een wallbang te pakken met die AWP. Toen zorgde dat hij nog maar 3 AP had. 9-5 nu voor Lane in het gaming. Pakken ze er 10, is dit alsnog een hartstikke goede... Voor de helft pakken ze er maar 9. Is het weer een zeer goede helft van de jongens van Asterion. Laten we kijken wat deze laatste ronde ons gaat brengen. 3 tech 9's voor Asterion. Dan lijkt het toch een harde poester te worden richting A. Dan is het Ketchup die het allemaal opent door een kill te pakken op Kinzo. En dan is het Fasher die alles ernaast schiet. En Jasper kan hem dan, kan hem dan killen. Ketchup met nog een kill op de back. Louis Revo nu... Met een Pieter 50. Pakt de Jasper. Moet nu nog 2. Ja, en Louis Evo pakt een headshot op Ketchup. Door de smoke heen. En nu is Logix al doorgerend. Die pakt ook de kill op Bernard. En nu zijn het 2 tegen 2. Tijd begint alleen wel te tikken. Alleen Logix heeft een kit. En Xilo gaat ook dood. En uiteindelijk pakt Slane de laatste kill. 9-6 in het voordeel van Leonid Gaming. Een beetje BM in de chat, aangezien Amos vindt dat het echt goed is. Want hij had zo makkelijk in de kill daar. 9-6. 6 rondes voor Asterion Amsterdam op de T-side van Nuke. Kunnen er wel, denk ik, vanuit gaan dat dit de map is van Asterion? Inderdaad.
Omdat zij natuurlijk het Royal Bracket komen. En dan, logischerwijs wordt dan de eerste map die gespeeld wordt, is de map van het team wat uit de Royal Bracket komt. 9 rondes, Leonid Gaming, nu op de T-side van Nuke. Dan is het Amos die in ieder geval de eerste speler spot die die event naar beneden sprint. Dan is het Benaar die daarvoor mag zorgen dat die man niet te veel kan gaan doen. Louis Revo lost een schot op Benaar. Dat is 10 HP. Dan is het Benaar in ieder geval met 1 headshot. Maar daar blijft het bij. En dan moet Swain moet hier achteraan gaan pushen. Een spot in ieder geval de eerste. Oh. En dan kan die op een of andere manier niet de headshot raken. Dan is het Fasher die zich omdraait. En dan wel een headshot raakt. En weet Louis Revo dat deze man zich geen wens bevindt. Ja, dat weet hij. En hij zorgt er ook voor dat hij zich daar niet meer bevindt. Maar zich bevindt op de eeuwige jachtvelden. En dan is het Ketchup. 7 HP. Een USP. Geen armor. Een smoke. Een kit. De hele Shazam heeft hij bij zich. Positie is ook al bekend aangezien hij dropte vanuit Heaven. En Louis Revo klikt hem dan ook weg. Gewoon een bodyshot. Heel subtiel. Het hoeft niet meer. Waarom moet ik doen als het makkelijk kan? Ja, hij gaf hem geen heady. En het was goed genoeg. Hij geeft hem een kletser. Klits, klats, kluts. Kwijt. Op mijn tandvlees. Tandvlees nog wel. UMP's en 2 AK's voor Leonid. En een paar 5-7's, een Deagle en een P250 met wat armor erbij. Kijken of ze daarmee effect kunnen hebben. De Deagle zit niet outside. En Slane die doet een leuk sprongetje, maar neemt daar wel wat damage voor. Dus zit Kinzo op het dakje. En het gaat nog niet voor een leien dakje, maar met zo'n headshot wel. En daarmee is de entry gemaakt. Nu kijken wat ze gaan doen. Logix pakt er een op Amos. Die toch probeert te equalize. Jannik pakt er ook nog een. En nou zijn er nog maar 2 spelers over. Ketchup zit in stairs bij Double Doors. Bernard pusht bij Rem. 2-5 zouden ze niet mogen winnen. En de kans is ook zeer klein. Vooral als Logix daar dan ook Bernard vindt. Ketchup als laatste over heeft wel Harmons. Dan zal hij waarschijnlijk even willen saven. Zit hier, hopelijk komt er iemand dat iemand kan nijven. Lekkere bonus, zou leuk zijn. Altijd welkom. Maar waarom zou ze hier zitten? De man met de foto met de rode sunglasses voor Jeffrey vroeg op. Die hier jammer genoeg niet kon spelen wegens een aankomend... jeugd CS-talent. Ja, aankomende toevoeging op de Benelux scene. Zal een paar jaar duren, maar dan komt er het dreamteam van Boas van Amos. Ik weet nog niet hoe die van... Jeff gaat heten. Ik weet ook niet of het een jongen of een meisje is. Maar hoe dan ook zal hij vast wel een paar keer Counter-Strike moeten spelen. Gewoon puur om ik te kijken. Ik denk dat wel, zeg maar, dat het regime wel een beetje wordt afwassen. Counter-Striken. Kamer opruimen. Counter-Striken. Koken voor papa. Counter-Striken. Nou, ik denk dat dat wel... Dat kan wel eens een talentje worden. Ik denk dat daar de militaire discipline vast wel in zal worden toegepast. En het lijkt nu een snelle outside te worden. En heel veel nades, maar ook heel veel damage. Dus er even een Fasher die cashje even. Terwijl Fasher nog maar 4 HP heeft. Die loopt even. En Logix pakt 1 kill. Amos als laatste over. En die zal hier dan ook Kinzo niet vinden. Maar wel toevallig Fasher die daar achter loopt. Collateral damage. Altijd jammer. En... ze hebben de grootste lol van hun leven dat Dion daar gewoon toevallig achterloopt. Het wordt een meisje. Oh, het wordt een meisje. Oeh, spannend. Maar dan wordt tof. Het... We wensen natuurlijk even vooropgesteld. Jeffy vroeg op. En zijn meisje en zijn vrouwtje. Succes. Gigantisch veel geluk in deze tijd. Dus, altijd toch nog een spannende tijd. Dus... Ja, ik ben benieuwd... Ik zie de foto's wel op Facebook. Maar hij heeft geen Facebook, ik zie ze niet. Op Facebook. Ah, jawel, jongen. Die krijg jij dus wel. Ik hoop het. Ik ben benieuwd. Vol verwachting klopt mijn hart. En ook hoe deze pot zal eindigen. Ketchup pakt er 2 en valt daarna heel snel terug. Weer Deep Secret in. Gooi nog even de flash om ze een beetje af te leiden. Maar de eerste persoon die iemand zal zien is Bernard. Die kill pakt op Deus even ook nog op Kinzo. Double kill galore. Fasher gaat nu blitz. Ketchup probeert te hint. Ja, en dat is 2. Nee, dat is 4. Oeh. En Ketchup pakt dan ook de derde kill. 7 rondes nu voor Asterion. Een hele clean ronde. Geen enkele dev. En we zullen zien of zij deze CT-side pot dicht kunnen maken. Dus 7 heeft nu alleen wel een AWP.
AWP, een AWP voor Goose Revo. We zien, we weten wat die jongen ermee kan. Kan hij dat ook deze keer weer waarmaken? Het is Ketchup die, die een mini zal spelen. Goose Revo kijkt dan met die AWP richting de garage. Ziet dan nog helemaal niks en er gaat ook niemand in die crosshair lopen. Dus het Logix die even een aggressive peak uit hut doet, kan alleen niemand vinden. Xero staat namelijk bovenop die hut. En zal zich dan in ieder geval voor Logix niet laten zien. Ketchup inmiddels vier defens naar beneden gegaan. Richting Secret weer. Secret. Maar dan dit keer wat plezier. Ik was gewoon de naam van Secret kwijt. Wow. Ja, maar dat is ook een geheimpje voor de echte goede spelers. En ja, jij bent gewoon wat beter in Call of Duty. Ik doe wel gewoon alsof ik die pun niet hoorde. Gelukkig maar. UMP voor Xero. Bernard ook geboost op Rem. Dus mochten ze beslissen om daarheen te gaan, dan zal dat wel lastig zijn. Ze zijn namelijk op een enkel waar ze op moeten springen of ver uitlopen voordat hij gezien kan worden. En het lijkt nu een A-splitje te worden. Met twee mannen uit A-main. En ik hoor nog wat laddertjes en wat gehuppel. Dus even voor die peak daar. En die pakt dan ook de eerste kill op Xero. Wordt alleen wel getreden door Amos. Amos zit nog altijd op Rafters. En zal dan ook nog de tweede pakken. Ketchup wacht op zijn moment om door te komen. Slane pakt er twee. En dat betekent dat de ronde ook al heel snel voorbij is. 8 rondes nu voor AC in Amsterdam. Langzaam maar zeker kruipen zij terug. En nu zal Leonard Gaming Rico moeten doen. En dan wordt het eigenlijk, dan wordt die hele Apus wordt eigenlijk afgehouden door Amos en Slane. Eerst Amos die zich dan op Rafters bevindt. Werd niet verwacht daar. Omdat ze daarvoor net ook Xero hadden gekild bovenop hut. Dan verwacht je niet dat er nog een speler boven hem zit. Maar dat heeft dus de juiste keuze was dat van Asterion. En daarna Slane die nog van Heaven naar binnen roteert. En dan de twee belangrijke voels van de kills pakte. Bernard met de entry frag op Luis Revo. Luis Revo was heel hard. Wordt dat een Marinate? Logix op 3 HP. Net geen Kobe. Dan is het Amos hier weer. En Bernard met 3 geweldige kills. Yannick, Kinzo en Logix down. En is het Fasher die dan toch nog wel de Tech 9 kill voor elkaar bokst. Maar dan Amos na die bomplant zorgt er in ieder geval voor dat het enige is wat Fasher gaat doen. Bernard voor vak. En ik hoorde net iets heel hard. Ik vang hier Hedy. Maar dat was wel een hele sterke ronde van Bernard. Dat hij de entry had gepakt. Slim genoeg was om terug te vallen. Of door te pushen naar de site. Hopen dat de rest van Leonard daar ook heen zou gaan. En heeft toen twee magische headshots in één keer heel snel achter elkaar weggeklikt. Nu zal er een vent rush komen lijkt het. Alleen die Molotov vinden ze toch wel een beetje ingestort. Een A-play en Slane. En Amos gooien de deur op slot. Of in ieder geval proberen dat Kinzo en Yannick leven nog wel. Maar de bom is nog niet geplant. De bom wordt nu geplant. Bernard die gooit een flash. Probeert te pieken. Maar wacht toch nog even tot zijn teammates ook in positie zijn. En de smoke weg is bij A-main. Ketchup gaat er dood. En beide spelers van de Leonis zijn heel erg low. Maar ook Xero heeft maar 1 HP. Flash zichzelf door de smoke heen. Pakt 1 kill. Weet niet dat Yannick achter hem zit. En hij pakt daar de eerste en had misschien eerder voor Bernard moeten gaan. En daarna de transfer op, de andere persoon die over was. Xero moeten doen. Maar dat is de 10e ronde. Dat is de 10e ronde voor Asterion. En dat betekent dat het nu steeds dichterbij gaat komen. Dat Asterion misschien terug gaat komen op Nuke. Het is natuurlijk T-Site op Nuke is nog altijd wel moeilijker. Dan City Side, de map is iets minder City Side geworden als dat hij eerst was. Maar dat betekent nog steeds niet dat het niet de geprefereerde kant van deze map is. En dan is het Logix die een aggressive peak gaat doen en wordt daar ook voor gestraft. Krijgt een goede 66 damage om zijn oren. Ketchup met de AWP buiten spot. Die dan de speler op Psyro. Nou, die kan hij nu niet meer doen, want die is gedropt, maar dat maakt niet uit. Want ook op de railing zijn ze nog te raken. En dan is het Fasher die als eerste valt. Ketchup wordt dan gepusht. Maar hij moet er niets van hebben. Luis Revo down. Ketchup met de close range upshot. En dan is het Slane die zijn teammate komt helpen. En dan Yannick in zijn zij schiet. Ketchup ondertussen bij de Red Bin. Gaat nu een spel van kat en muis spelen met Kinzo.
Gaat Kinzo op het juiste moment pieken? Ja, dat doet hij. Raakt de headshot op Erik. En dan is het Ketchup met een no-scope. En zijn derde kill. En het is de vierde voor Ketchup. Met de USP headshot. Wat een ronde voor de man die jarig is vandaag. Ja, wat een face-based zal hij zijn als hij ook deze eerste map wint. Dan is het 1-1 de maps, want we hebben het even natuurlijk de one map advantage omdat zij uit de upper bracket kwamen. Dit is een best of 5 series met de maps Nuke, Cobble, Terrain en Mirage in die volgorde. En we zullen zien of Asterion hun eigen map pick kan winnen. En Bernard ziet de coach voorbij komen, probeert wat terug te doen en geeft daar wederom een mooie headshot, dit keer op Lewis Revo. Krijg nog even een beetje support van zijn boy Stijn. En nu zal Leonid het even rustig aan doen. Ze hebben door dat de CT site redelijk potdicht zit. Alleen maar in het begin met de pistolronde wat rondes gepakt. Sindsdien is het toch een stukje lastiger gegaan. Eén man is bij outside, bij aanmening. Kinzo die gaat kijken, kan ik hier iemand vinden? Nog niet. Projects die loopt nu ook uit en ziet daar Xilo op de hut zitten. Die pakt 2 kills en dan is Fasher. Treedt uiteindelijk terug, maar het is een 2 tegen 4. Heel erg lastig. Ze hebben wel de bom. Ze hebben heel weinig utility, alleen maar 3 flesjes. En daar moeten ze het mee doen. Dan is het Benaar die zich wederom geboost vindt daarin ramp. En dit kan wel eens een hele goede positie worden. Fasher en Yannick gaan dit zeer waarschijnlijk niet checken of gaan ze het wel checken? Dat wordt de grote vraag. En die kijkt ernaar, maar kijkt net op het verkeerde moment weg. En dan is het Fasher die toch wel weer de refrag kan pakken. Bernard niet ervoor gekozen om er één te laten lopen, maar meteen voor het schot te gaan. En dan is het 36 health points voor Fasher. En een bom die hij nog moet planten. Gaat dat dan ook doen? Weet dat er in ieder geval één in de vent zit. Gaat die bom faken? Zorgt ervoor dat hij in ieder geval niet gepusht wordt vanaf het minideurtje. Amos gaat dan de vents uit samen met zijn teammate. Maar dat maakt allemaal niet meer uit. Want het is Ketchup die de kill al gepakt heeft met zijn USP. Fasher down. En dat is een 12e ronde nu voor Stieren Amsterdam. En dan hebben we nog in deze best of 5 een aantal maps te gaan. Nuke zal de eerste map zijn. Daarna zal het cobblestone zijn voor Leonid Gaming. Dan weer Train de pick van Asterion. En dan Leonid Gaming weer de pick Mirage. Dus dat is de decider. Dus volgens mij was het niet echt meer een pick. Maar dat is waar. Ik heb het gewoon proper verkeerd opgeschreven. Het ligt niet aan jou, het ligt aan mij. It's not you, it's me. Indeed. En Yannick rent erin en pakt 1 kill. Maar wordt daarna getraind door Amos. Kinzo die pakt er ook een. En Slane die weet ook nog met de M4 Fasher af te maken. 3 tegen 3. Alle spelers van Asterion zitten alleen wel bij Helm. En dat kan heel erg vervelend zijn. Want het is sowieso een rothoek om van te retaken. Laat staan als je daar met z'n drieën bent. Het eerste hoofdje wordt gepopt. Tweede wordt nog niet gevonden. Bernard is wederom accuraat. Logix en Kinzo als laatste over. Nu Logix. 1 tegen 2 pakt de eerste. En Bernard wederom een cruciale play. En heeft dan ook de defuse met meer dan genoeg tijd. Eindelijk was Leonid dichtbij een ronde. Maar het mocht niet baten aangezien Bernard toch nog de laatste kill pakt. Ja, pakt inderdaad de laatste kill. Vrij overtuigend ook. Goede retake, goede clutch van 3 tegen 3 retake. Verlies je dan de eerste kill van Roos Reven kan dan helaas de tweede niet raken. En dan wordt het ook wel in de hand gewerkt voor de mannen van Asterion, omdat Kinzo nog maar 9 HP had. Slane die doet even een double spray door de smoke. Dan is het Amos die Kinzo die uit de smoke loopt vervolgens in zijn gezicht schiet. Yannick is inmiddels naar beneden met die bom. Dus die bomplant gaat in ieder geval down. Het zorgt ervoor dat er toch nog een beetje extra money in de bank plaats kan gaan vinden. Of wordt dit een 2 tegen 5 clutch van de mannen van Remnant Gaming. Yannick, Roos Revo. Dat is Xilo die de vets doorbaant en dan op een of andere manier een magische headshot raakt. En dan ook nog die laatste kill maar pakt. En dan is het 14-12 voor Asterion Amsterdam. Wordt er een pause gecalled? Zal dat een tactical pause zijn voor Leonid Gaming? Ik denk het haast wel. Door de enorme losbonus kunnen ze eigenlijk elke ronde kopen. En ze willen nu voorkomen dat zij tegen een matchpoint aankijken. Nu eindelijk weer eens even
zichzelf herpakken. Kijken of Yannick misschien wel Glaskanon op gaat. Ik denk het niet, aangezien hij een hele sterke rifter is. En ja, Asterion die heeft toch laten zien dat ze genoeg veerkracht hebben om terug te komen. Ondanks dat ze eerst tegen een achterstand aankeken die behoorlijk fors was. En Nuke blijft natuurlijk ook wel een city side map. Er zal wat besproken worden tussen de jongens van Reinet Gaming. Wat gaan we doen? Waar gaan we heen? Met wie gaan we daarheen? En hoe gaan we in godsnaam een ronde pakken? Ja, nu is even altijd niks gekoeld. Dus of hij zijn heel betoog aan het houden of hij is gedeceived. En ik denk eigenlijk het eerste, want hij begint nu ook alweer een beetje te bewegen. En Jamie kennende kan hij vaak behoorlijk wel wat feedback geven. Door Jamie is een donderbreekje aan het houden. Ja, dus, nou ja, dat was altijd wel leuk. Elke LAN, toen hij nog voor M kon spelen, had hij wel weer iets anders om zijn frustratie in te gaan. Eerst had hij een boekje om alles op te schrijven, daarna had hij fiches, dan had hij weer wat anders om mee te spelen. Gewoon puur of hij dan zich daarop gaat focussen in plaats van te schreeuwen op zijn teammates. En daarvoor is het ook fijn voor hem dat hij nu in de tactical pause even kan venten en zeggen, jongens, ik wil graag dat je dit doet, dat doet en dan komen we misschien een stuk verder. Wat het met Roel schreven ook altijd, kijk, hij wordt wel boos, hij haalt dan wel een betoog, maar in dat betoog zegt hij ook wel gewoon wat er dan wel beter moet. Dus je hebt er altijd wel iets aan. Dus we willen absoluut Roel schreven niet afstempelen als een of andere rager op zijn team. Alleen hij heeft gewoon een duidelijke visie van het spel, een duidelijke manier waarop hij wil spelen, een duidelijk beeld van wat er misgaat. En dan zal dat dan ook uitvoeren, vertellen aan zijn team. Nou, we gaan dan de 27e ronde in. Gaat Leonid Gaming deze ronde pakken om in ieder geval te proberen om de overtime secure van Asterion Amsterdam nog even uit te stellen. Benaar met een Molotov richting Rijnmond. De SketchUp die inmiddels de AWP heeft. En dan lijkt het een outside play van Leonid. Fasher staat daar dan vooraan. Gooit dan een flashbang om de controle van buiten hier. En dit is heel zuur. Nou, Ketchup ziet daar een aan de rand van de smoke. En is Benaar met de eerste kill op Rogix. 12-14. Rus Revo met een headshot. En is het Amos met twee kills. En wordt dan getraind door Kinzo. Dan is het Slane met één kill. Maar Ketchup die het af mag maken. Kinzo pakt er dan tussendoor nog een kill. Maar het is nu 15-12. Dat betekent 3 matchpoints voor Asterion Amsterdam. En dat betekent ook dat als Leonid Gaming nu nog hierin wil blijven, in ieder geval in deze map, voor de overtime wil gaan, dat ze nu alles moeten winnen. Ja, weer een hele sterke retake van Asterion. Ze spelen goed samen en ze zijn lekker snel, dus dat helpt ook zeker. En nu komt er weer een hele snelle ronde uit. Yannick, weer een goede entry, maar er zijn nog 3 man die daar boven hangen. En hij was de enige samen met Logix die uitrende. En dan is de push eigenlijk al gestopt. Wel een kill nu op Bernhard en daardoor ligt de ramp open. Maar Ketchup met de AWP gaat even kijken of hij wel wat kan doen. Flikt ietsje te ver en wederom mist hij. Dat is even jammer en zijn we niet van hem gewend. De bom gaat nu down op B. 3-2. Asterion dit keer wel op achterstand in nummers. En Amos gaat fans down. Xilo zit al bij single door. Kinzo aan de andere kant. Zal hij hem kunnen vinden? Omdat het wat langer duurt, kan Kinzo dit waarschijnlijk wel verwachten. Misschien denk je dat Amos het is, maar het moet zo zijn. En Fasher pakt dan de laatste kill met een Galil. Terwijl Kinzo even met Squeaky doors aan het spelen is. Hoppa boys. Hoppa boys. Hehe. Zegt hij dan. En nog 2 rondes om overtime te forceren op deze eerste map van deze Best of 5 Finals met het mapvoordeel van Leonid Gaming. En gelukkig heeft Asterion Amsterdam nog meer dan genoeg geld om redelijk te kunnen kopen. En we zullen zien of Leonid nu kan doorhakken. Spelen ze rustig, dat doen ze zeker. Maar zal Xilo samen met Amos de A-hold wederom kunnen houden als ze daarvoor gaan. De ramen worden op het roof geschoten, dus dat is meestal toch wel een beetje beangstigend, want dan komen er vaak smokes en molotovs. Molotov op put heb ik nog niet echt heel erg efficiënt gezien. Dat is eentje die ik
tijdens mijn ISCA Open Season wel heb gebruikt. En daardoor kunnen ze eigenlijk daar haast niet zitten. Of ze moeten zo goed als dood branden. Dus is Strain informatie aan het halen op Outside. Flasher valt net terug en Dusrevo die loopt misschien in de open armen van Strain. En dat doet hij zeker niet. Want Flasher pakt samen met Dusrevo uit de kill. Strain zal daar vast niet heel blij mee zijn. En Logix. Ketchup net op de verkeerde tijd geunscoped. Terwijl Dusrevo ook compleet op Outside door aan het gaan is. En het wordt nu zo... Als het lijkt een A-play. Remnant Gaming pakt de rondes nu ietsje trager aan en het lijkt te werken. Maar terwijl ik dat zeg is het Amos die een double headshot raakt. En dan Yannick met een reply en dan is het nu weer Ketchup met zijn reply. En dan is het een 1 tegen 2. Dusrevo moet dan die bom gaan ophalen. En moet dan deze ronde gaan crutchen. 15 seconden op de klok, wordt dat een money nade? Nou, niet echt. Doet wel wat damage, maar niet genoeg. Op dit moment wordt er dan gepusht door twee van de Stereon Amsterdam spelers. En dan is het Benaar die die kill gaat pakken, Dusrevo. En dat betekent dan dat de eerste map op deze manier gaat naar Stereon Amsterdam. En dat is niet geheel tegen de verwachtingen. Dit is de map pick van Stereon Amsterdam. Wat wel gaat betekenen dat wij de tweede map